Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTokpagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranantori, een programma waar we actualiteiten bespreken. Vandaag voer ik een gesprek met de woordvoerder van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, mevrouw Chanawai. Mevrouw Chanawai, welkom erbij. Dankjewel. Om gelijk met de deuren huis te vallen, er is een nieuw bestuur gekozen. Kunt u ons voorhouden wie allemaal deel uitmaakt van het nieuw bestuur? In het nieuw bestuur zitten als voorzitter Naomi Hoeven. Als ondervoorzitter hebben we René Gomperts. Dan hebben we als penningmeester Elvira Rijsdijk. We hebben als secretaris Sisma Bisisse. We hebben Eliezer Pros als commissaris. Okay. En waren er vereisten om jezelf kandidaat te stellen? Ja, er waren vereisten. Er zijn vereisten. We hebben een statuten en we hebben een huishoudelijk reglement die allemaal aangeven wat de vereisten zijn om toegelaten te worden of om gekozen te worden. Alleen er was maar één kandidaatlijst. Dus op het moment dat er maar één kandidaatlijst is, vervallen een groot deel van de voorwaarden. Omdat je dan een aanwijzing hebt en niet zozeer een verkiezing. Dus een groot deel van de voorwaarden moesten we zeg maar een beetje aan de kant zetten. En voor hoe lang zal het bestuur aanzitten? Dat is afhankelijk. Gemiddeld is het 2 jaar, maar er zijn besturen geweest van langere tijd. Sommige 6 jaar, maar gemiddeld moet het 2 jaar zijn. En is het huidige bestuur statutair voltallig dan? Het huidige bestuur is statutair voltallig. Welk verschil zou het nieuwe bestuur uitmaken in vergelijking met het vorige bestuur? Een van de belangrijkste dingen die de voorzitter heeft aangehaald is het werven van leden. Op dit moment heeft de vereniging 22 leden, 1 buitengewoon lid. En dat is weinig als je kijkt wat allemaal in het veld gebeurt. Als je kijkt wie allemaal actief is in het veld. Dus we willen actief leden werven, dat is 1. En 2, ook de saamhorigheid onder de leden versterken, activiteiten ontplooien om elkaar beter te leren kennen, om met elkaar te discussiëren, om elkaar te versterken. Dat is belangrijk voor de voorzitter. En het bestuur geeft ook aan dat we willen werken naar een systeem van accreditatie van journalisten. Ben je lid van de SVJ, dan krijg je zo'n badge met je foto, je cv, zodat je herkenbaar bent voor de mensen waar je een item naartoe gaat of waar je item gaat doen. Dat zijn 3 van de belangrijkste dingen. Er is nog veel meer, maar dus dat zijn 3 van de belangrijkste dingen. We gaan nu richting de verkiezingen van mei 2025. Is de SVJ ook ready daarvoor? De bedoeling is om ready te worden. Het bestuur is pas gekozen. Dus de bedoeling is om werkelijk met elkaar te praten over hoe wij die periode in willen gaan natuurlijk. Ja, ja. Dus niet helemaal ready, maar we zullen zeker ready zijn. Okay. Men heeft vaak kritiek als het gaat om journalisten. Men zegt soms dat ze geen echte kritische journalisten zijn, maar verslaggevers. Bent u het daarmee eens? Er is kritiek op elke beroepsgroep in Suriname. En dat is niet fout. Kritiek is belangrijk. We leren van kritiek en we leren onszelf verbeteren. Dus ik wil niet ingaan of die kritiek niet of wel gegrond is. Wel zijn er nu meer mogelijkheden voor journalisten en dat is fijn. Je moet je zo voorstellen dat een journalist, je zal nooit rijk worden van journalistiek. Dus soms worden er keuzes gemaakt om niet te verdiepen in bepaalde thema's. Als je 4 thema's moet filmen
4 artikelen moet schrijven, 3 artikelen moet schrijven, dan heb je soms niet de tijd om je te gaan te verdiepen. Maar nu is er dus wel een fonds voor journalistieke producties in Suriname. Dat is echt een hele grote verbetering. En journalisten die dus zich willen verdiepen in een onderwerp, kunnen dat nu doen. Ze kunnen via dat fonds vragen om financiering en werkelijk werken aan de verdieping. Dus ik begrijp de kritiek. We werken eraan. Ik denk dat de Code van Bordeaux een belangrijke manier is waarop mensen kunnen kijken, is hun kritiek wel of niet gegrond. U geeft zelf aan, waarheidsvinding is een van de criteria die wij hanteren als journalisten, want het komt voor in de Code van Bordeaux. Maar andere dingen zijn bijvoorbeeld dat we geen giften mogen aannemen. Dat mag niet. Je mag geen gift aannemen om je productie, om je artikel of je item aan te passen zodanig dat een andere niet geschaad wordt. Als wel klopt dat die andere een bepaalde rol heeft gespeeld. Het is ook niet de bedoeling om iemand te schaden of te beledigen. Dat mag niet. Hoor en wederhoor is belangrijk. En graag in één artikel of in één productie. Dat je niet de ene persoon aan het woord laat en 2 maanden later iemand anders. Zodat het publiek goed geïnformeerd is. Dat zijn enkele belangrijke dingen. Waarheidsvinding, hoor en wederhoor. Niet aannemen van giften, maar ook je bron beschermen. Er zijn mensen, er zijn klokkenluiders. U kent het fenomeen waarbij mensen informatie geven vanuit de overheid of vanuit de instantie. En zo iemand, het is niet zo dat de journalist moet zeggen dat het meneer A is vandaar die het heeft gezegd. Als die persoon afspreekt met je, geef je de informatie op basis van vertrouwelijkheid. Dus dat zijn enkele criteria, regels in de Code van Bordeaux, waar volgens wij als journalisten zoveel mogelijk proberen te werken. En wat vindt u zelf van het niveau, dus de omstandigheden en de kwaliteit van de journalistiek? Van het journalistieke werk in Suriname? Het is een weerspiegeling van de samenleving. Journalisten vallen niet uit de lucht. Hè? Je bent deel van die samenleving. Onze samenleving heeft te maken met een aantal uitdagingen. Dus de journalistiek is een weerspiegeling daarvan. Ik ben het niet mee eens dat het bagger is. Want mensen houden van de term riooljournalistiek. Daar ben ik niet mee eens. De meeste journalisten die gaan erop uit. Ze vragen mensen om hun mening. En de ene vindt het minder relevant dat onderwerp naar boven gehaald wordt. En de andere vindt het wel relevant. Dus het is een beetje moeilijk om op een kompas van de samenleving te varen. Wat belangrijk is, is dat je doet aan waarheidsvinding als journalist. En dat je je werk naar eer en geweten doet. Volgens de regels die we kennen. Dat is belangrijk. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Omdat we zijn in de Surinaamse samenleving. Er gaat een heleboel goed. En soms gaan de dingen fout. En ik denk dat we in dat spectrum proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Ik neem aan dat u bekend bent met de case van Jason Pinas. Jawel. En wat voor effect dat heeft gehad als het gaat om de persvrijheidindex. We waren toen gedaald, als ik het goed heb. We stonden toen op nummer 48. Nee, maar we stonden toen op nummer 52. Mijn excuses, nummer 52. Maar nu zitten we weer op nummer 28. We zitten op nummer 28, ja. Wat betekent dit voor u? En waarom ligt deze positieve groei in de mediawereld? Het betekent voor de journalisten, alle journalisten, dat we hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat er weer een betere verhouding kwam tussen de mensen die het nieuws geven en wij die het nieuws maken. Ik ken journalisten. We staan als nieuw bestuur van SVJ, staan we op schouders van giganten in het journalistieke veld. Ik denk aan Ivan Cairo, ik denk aan Wilfred Lewin, ik denk aan Anita Ramchana. Die hebben jaren hun best gedaan om te komen van waar we waren in de jaren toen journalistiek eigenlijk zeer gevaarlijk was, naar waar we nu zijn. Hè? Waar we toen waren, op een hele hoge, op de 19e plek. Dat is een hele hoge plek.
En om dan te zien dat een regering die daar niet mee weet om te gaan, ervoor zorgt dat de kelderen naar nummer 52, was voor het hele veld een hele grote domper. We hebben er met z'n allen aan gewerkt om ervoor te zorgen dat we op een betere plek komen. Want je wilt niet dat je land bekend is als gevaarlijk, als dat niet zo is. Of dat je land, of dat journalisten werkelijk gevaar lopen in je land. Dus je probeert om de beleidsmakers en iedereen ook duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat journalisten gewoon hun werk kunnen doen. Dus er zijn gesprekken geweest met de regering. We hebben ook met onszelf gesproken. We hebben onszelf gepowerd. We zijn opgekomen voor onszelf. We hebben één front gevormd. En we hebben er keihard voor gewerkt. Dat we dus op deze plek zijn komen staan. We hebben er samen aan gewerkt om ervoor te zorgen dat we elkaar begrijpen. Want uiteindelijk is het belangrijk dat de samenleving de informatie krijgt. Want daarvoor doen we het. We gaan op zoek naar informatie, waarheid die de samenleving van belang acht te weten. Want de samenleving moet weten wat er gebeurt in het land. Het is een pijler van de democratie. Dus we hebben met z'n allen eraan gewerkt om op deze plek te zitten. Is nog steeds niet waar we graag zouden willen zijn, want we komen van 19. Maar het gaat de goede kant op. Daar zijn we blij mee. Je zei dat er gesprekken zijn gevoerd met de overheid. Vindt u dat de overheid ook heeft bijgedragen aan die vooruitgang? Ik denk dat in de relatie journalist en overheid dat er wat stappen vooruit zijn gegaan. Er is niemand daarna meer mishandeld, om het zo te zeggen. Maar we zien toch wel, daarom zijn we nog niet waar we moeten zijn, dat informatieverstrekking nog steeds niet gebeurt zoals het zou moeten. Zijn er nog andere manieren hoe de overheid jullie zou kunnen helpen, behalve informatieverstrekking? Er zijn tig manieren waarop de overheid niet ons helpt, maar ervoor kan zorgen dat die informatiestroom wel goed op gang komt. En dat is wet openbaarheid van bestuur. De journalisten hebben er ook, daarom zeg ik, is een samenwerking. Journalisten in Suriname hebben ook hun bijdrage geleverd bij het tot stand komen van een soort ontwerp, om dat er doorheen te krijgen bij DNA, waarbij de overheid eigenlijk niet informatie kan geven. We hebben in de wereld gezien, we hebben in Europa gezien, bijvoorbeeld Nederland had een wet openbaarheid van bestuur en dan kon je dus daarop beroepen en informatie krijgen. Wat wel gebeurde is dat sommige informatie die zij gevoelig of voor privédoeleinden vonden, dan weglieten. Dat gebeurde ook wel. Het gebeurt in de wereld. Maar dan heb je tenminste iets waarop je terug kan vallen. Iets dat je, waarop je kan wijzen van jongens, we moeten wel die informatie krijgen. Nederland heeft nu een wet openbaarheid van overheid. Dat is dus een volgende fase van die wet openbaarheid van bestuur. Om de overheid eigenlijk ook eraan te pinnen. Je moet ons die informatie geven. Dat is één ding. Er zijn in de Surinaamse wetgeving muilkorfwetten. Dat zijn wetten die maken dat als iemand zich beledigd voelt. En we hebben vaker gezien dat deze regering en ik denk ook voorgaande regeringen daar beroep op hebben gedaan. Dat die persoon opgepakt kan worden en ingesloten kan worden. Wij zeggen, je mag niemand beledigen. Je mag niet zomaar smaad en laster plegen. Maar dat is een civiel proces. Als iemand zich beledigd voelt door een of ander, dan is het van belang dat die persoon naar de rechter gaat en een rechtszaak aanspant. En dan gaan we kijken wat gebeurt er na een uitspraak van de rechter. Tegenwoordig hebben we gemerkt dat mensen worden opgepakt omdat ze deze of gene beledigd hebben. Ze komen 2 weken in de gevangenis en zonder enige vorm van proces worden ze dan weer vrijgelaten. Dat is niet de bedoeling van de wetten. Dus het zou heel erg helpen als de regering mee zou werken om te zeggen, die muilkorfwetten. Want die muilkorfwetten zijn koloniale wetten.
Het was bedoeld om de koning die onschendbaar is, want hij of zij doet niet mee aan het bestuur, of koning is ceremonieel, om ervoor te zorgen dat die onschendbaar bleef. Want hij was niet met de wet bezig, hij was ceremonieel, Maar nu hebben we een president die uitvoert. We hebben een bestel waarin de president bepaalt wat er in het land gaat gebeuren ook. Dus dan mag je hem ter verantwoording roepen, want hij is bezig. Hij of zij is bezig met bestuur, met overheid. Dus die wetten passen totaal niet meer in de constellatie die we nu hebben. Dus dat zou heel erg veel voordeel hebben. En het zou misschien ervoor zorgen dat we op de wereldindex onder de 19 zouden komen. Dat zou echt helpen. Want een van de indicatoren van zo'n index, persvrijheidindex, is een wettelijk kader. Wat voor wetten beperken het werk of beperken vrije meningsuiting? En dat is een van de wetten die het beperkt. Verder, een goede relatie. Toen ik pas in de journalistiek kwam, 12, 13 jaar terug, als er een fout werd gemaakt in de krant, op de radio, op de televisie, dan werd er gebeld vanuit de overheid van jongens, er is een fout. Wat deden we dan? We gingen met elkaar praten van oké, hoe kunnen we het corrigeren? Moeten we een verduidelijkend interview doen? Moeten we een rectificatie doen? Daar kwam iets overeen. Mevrouw Chanawai, ik wil u van harte bedanken. Dank je wel. En ik succes te wensen. Ja, dank je. Dat was het dan voor dit keer. Vergeet ons niet te volgen op Facebook, YouTube en TikTok. En dan zie ik je de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.